Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is 9 uur. Ik ben mega vroeg wakker geworden. Gisteren ben ik ook vroeg gaan slapen, dus dat is top. Ik heb om 12 uur mijn eerste afspraak. Het gaat echt niet gebeuren dat ik nog een ochtendmens word. En dat ik denk, ik wil mijn afspraken best wel eerder. Misschien wel, dat zou wel echt vet relaxed zijn. Als ik dat word, zo'n ochtendmens. Ik ben wel echt snot verkouden, dat is echt een beetje jammer. Echt niet normaal verkouden, alles zit helemaal vast. Maar verder wel lekker geslapen eigenlijk. En ik ga nu lekker in bad liggen, lekker rustig aandoen. En dan ga ik richting mijn afspraak. Ik ben lekker in bad geweest. Ik doe altijd, oh daar irriteer ik me zo aan van mezelf. Als ik begin met ik, dan ik ben net lekker in bad geweest. Ik ben nog steeds echt snot verkouden. Vandaag ga ik echt sowieso 100.000 keer de comment krijgen. En het is echt zo vies als je je neus ophaalt. Als je daar geen zin in hebt, moet je nu deze vlog wegklikken. Want that is what's going to happen. Ik ging timen hoe lang ik doe over dit gezicht erop tekenen. En dat is 10 minuten. Dus dat is handig dat ik dat weet. Want vaak heb ik nog een kwartier. Denk ik, nee, ga ik niet redden qua make-up. Dan ga ik zonder make-up de deur uit. Maar ik red het dus wel. Ik heb een trui aan van Most Wanted. En dat is verder nog het enige wat ik aan heb. Dus ik ga even kijken wat ik er verder bij aan ga doen. En volgens mij heb ik mijn haar zodanig gedaan dat het vandaag wel goed zit. Nee, dat wilde ik dus zeggen. Maar ik denk dat als ik hier een borstel erheen haal, dat het best wel snel oké is. Dit niet. Dit is echt vies. Een soort dreadlocks, maar oké. Ik ga thee zetten en ontbijten. Ik voel me zo belabberd. Oh, ik heb ook tonijnsalade. Zo slecht. Maar ik heb daar misschien meer zin in dan in pindakaas. Ik heb dus niet zo heel lang geleden dit koffiezetapparaat gekocht. En deze gebruik ik letterlijk nooit. Echt nooit. Echt zo zonde. Ik heb er een kam doorheen gehaald. En mijn haar zit inderdaad vandaag best wel goed. Dus hier ben ik blij mee. Yes, good hair day. Dit zal wel uitzakken na een seconde. Ontbijt. Thee. Theezakje eruit halen. Hij is te sterk. Auw. Er kwam heet water op mijn been. Nu ga ik ontbijten en dan ga ik haasten. Want ik heb zo lang getreuzeld over alles doen dat ik straks alsnog te laat kom terwijl ik zo vroeg wakker was. Dus dat is niet de bedoeling. Eten. Ik weet niet waar dit volume ineens vandaan komt. Maar mijn haar is echt een soort van ontploft. Maar ik vind het wel leuk ontploft. Maar ik weet niet waar dit vandaan komt. Ik denk, ik gebruik zo'n mousse tegenwoordig voordat ik mijn haar ga feunen. En als ik dan even één keer dit doe, dan is het gelijk voller. I love it. Yay. Ik ben bijna ready om te gaan. Ik heb dit echt nog nooit gehad. Maar ik heb echt mega veel zin in nog meer ontbijt. En dat heb ik echt nooit. Want normaal gesproken wil ik niet eens ontbijten. Ik voel me echt mega slecht gisteren over dat we snackbar hebben gegeten. En ik ga gewoon nu nog meer eten. Dan duurt het misschien ook langer voordat ik weer honger heb. Ik heb het echt bloedheet trouwens al. Ik heb heel erg veel zin in dit. En in alles wat hier ligt. Dit is zo gênant. Het is bijna allemaal zo slecht. Maar gelukkig kan dit dicht en dan zie ik het niet meer. Dan hoef ik het ook niet te eten. Dit is de outfit vandaag. Trui Most Wanted. Deze jas, River Island. En deze broek, Zara. En deze schoentjes, Maison Garment. En die heb ik dus aangedaan. Want deze zijn dezelfde kleur groen als mijn jas. En dat vond ik heel leuk. Dus eigenlijk heb ik daarom deze combi aan. Maar ik vind die glittertjes vooral leuk. Kijk hoe ze shinen. Mitchell is in het zwart, dat vind ik ook heel leuk. Love the glitters. Slaap van die poenie, geur ik wil het als een junkie. In de pit, doggy staan, wieper als een monkey. Doe die als handen op de tonde, noem me whisket. Blanke bitches op mijn dek, voel me DJ Fortje. In de potje, ik ga de laatste tijd lekker en ik hoor het stortje. Self-made man, fuck je goede woordje. Niks is verzekerd, het lukt misschien. Maar ik praat een beetje veel, ik wil je kutje zien. Dit is bitch, doggy staan. Zo hard aan het meezen.
zingen dat ik verkeerd draai. Au, dat is niet zo slim en chill. Maar ja, dat maakt niet uit. Ik draai nu lekker om. En nu rij ik alsnog goed. Dus het is oké. Ik ben op de locatie. Ik ben trouwens bij MTV. Maar ik weet niet wat ik dus wel... Ja, ik kan sowieso zeggen dat ik bij MTV ben. Maar ik weet dus nog niet of ik al wat... Ik ga meteen vragen of ik dat mag zeggen of niet. Hé, hey, ik zie Kai. En Kai is ook precies aan het vloggen in zijn auto. Hij heeft zo'n koordje eraan hangen. Wat doet hij allemaal? Nou, goed. Anyway. Ik heb best wel zin in vandaag. Alleen niet in die snotneus. Dit is zo vies. Hij zit daar in zijn autootje met zijn camera. Oh, wat is mijn reet vies ook, zeg. Godver. Kijk hem zitten dan. Ik ben nu dus op de locatie waar ik niks over mag zeggen. Nee. Toch niet. Maar goed, dat komt binnenkort. Kijk wat ze hier hebben voor de lunch. Ik wil het nu eigenlijk ook wel proeven. Het is dus pesto kaas. Ik ga een stukje proeven. Maar het is echt fluoriserend als de pest. Gewoon. Gelukkig ben ik nu alleen. Ik kan niemand meer storen. Weet niemand. Ja, ik ben zo verkoud. Ik proef gewoon niks. Veel. Oké, ik ga naar beneden. Ik zie dus dit staan. En ik wil nu heel graag deze eten. Echt mega, mega, mega graag. Maar ik denk dat het deze wordt. Of deze. Maar oh, ik wil dit zo graag eten. Dit is zo lekker. Nog met extra suiker. Oh my god. Wij hebben allebei een dagje een workshop gehad. Ja, we hebben een dagje een workshop. Zo, jouw beeld is echt inderdaad heel wazig. Wazig? In vergelijking met die van mij. Ja, oké. Okay, het is allemaal weer beter bij jou, Kai. Het gras is altijd groener aan de overkant. Nee, sorry. Ik zal niks meer over je camera zeggen. Je hebt een superleuk cameraatje. Maar ik vond het hartstikke leuk vandaag. Ja, ik ook. Oké, doei, want het is koud. Ja, ik blijf hier nog even staan. Dus, wat ga je vandaag allemaal doen? Naar huis, want het is zo koud, Kai. Is je nou moer? Ja. Stel nou hè, dat ik even een uur hier blijf staan om te denken wat ik ga eten. Wat doe je dan op een gegeven moment? Dan knal ik die deur er rijk weg. Dat dacht ik al. Dan ga lekker rijden. Hé, hey, Mo. Mwah. Laat maar even weten wat je gaat eten, ja? Ja, ik ga even naar de keks, denk ik. Echt? Ja. Lekker. Een paar tempoeretjes bestellen. die tarbofilet wordt er niet meer. Wat? Tarbofilet met die lange graaien erin. Tarbofilet, ja. En voor mij gaat het tarbo. Ja, ik kan het toch allemaal niet uitspreken, joh. Maak het allemaal niet zo moeilijk. Het is ook entrecote en capasio. En paprika en macaroni. 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 Met ketchup. Hey, vind jij het lekker om in de kantine te eten? Kantine. Oké. Okay. Het is echt koud. Ja, het is echt... Doei. Doei. Woehoe. Oh, daar schrikt je van hoor. Wat flik je me nou? Oké, het is echt stervetjes koud. Het is echt niet normaal. Maar ik ga lekker naar huis. Het is 5:15. En ik heb zo'n honger. Oh, ik ben weer thuis. Ik heb zo'n honger. Ik ben er echt gewoon zo gruinig van. Ik heb echt zin in een krokot met tonijnsalade. Deze wimper zit helemaal niet meer goed. En mijn wimpervrouwtje is op vakantie. Dus ik kan niet naartoe. Godverdomme. Oké, ik ga lekker naar binnen en eten. Zo, ik ben echt stronsagrijnig van bijna om. Ik haal dus nooit pakketjes op. Maar goed, ik heb dus nog 2 flesjes wijn van Warner gekregen. Dankjewel. Ik ga even lekker in bed liggen en editen. Het is 7:30. Het lijkt wel of ik met een minuut meer verkouden word. Mitchell wilde eten bij Happy Happy Joy Joy. Maar Lars die komt pas iets later op de avond. Dus om 9 uur gaan we daar eten. En dat duurt nog zo lang. Ik heb zoveel honger. En ik heb toen net in een soort van cravings 6. Ik wilde dit aanduiden. Maar ik heb aan één hand niet eens genoeg. 6 crackers met tonijnsalade op. Echt, het is niet normaal hoe erg ik gewoon de neiging heb om slecht te eten. En dat ook echt dan ga doen. Omdat je soort van gezond wil eten. En dan... Laat maar, dit kan ik niet uitleggen. Ik ben niet scherp. Maar het is echt kut. Want dan laat ik me gewoon in één keer helemaal gaan. Ik ben bij Happy Happy Joy Joy. Met Mitchell. En Lars. Yay.
Het lijkt hier wel een beetje een hoerentent met een rode licht. Ja, rood. Ook als je hier binnenkomt door die soort van plastic zwembadsliertjes. Maar we gaan even eten. Oké, Lars heeft dus dit in zijn soep. En je hebt hier dus ook een emoticon van op WhatsApp. Maar ik weet nooit wat het is. Wat zei ze nou dat het was? Een koekje van vis. Een koekje van vis. Het is heel deegachtig of zo. Ik vind het er schattig uitzien. Dat smaakt ook lekker. Hoeft niks. Gewoon niks. Gewoon niks. Beetje zout. Haha, de stierenpik. Wij hebben het gegeten bij Happy Happy Joy Joy. En... Je bent echt eng hoe snel die deur dicht deed. Nee. Nee. Had je broek uit? Ik zit. Oh, je zat al. Ja, Lars heeft dus buikpijn. En ik moet zeggen, ik vond het ook niet om heel laaiend enthousiast over te zijn. Ik heb niet zoiets van, goh. We gaan niet nog een keer. Nee, we gaan niet nog een keer. Fijn dat je meedoet. Van... Maar goed, ik heb dus inderdaad niet zoiets van, goh, we gaan nog een keer. Ik heb wel zoiets van camera. Stel maar scherp. Maar goed, nee. Normaal gesproken, als ik echt bij een lekker restaurant ben geweest, wil ik daar heel de week het liefst eten. En dan heb je ook altijd iets dat je denkt, oh, dit was echt lekker. En dan, als je honger hebt, dat je dan precies daaraan denkt. Gewoon ook al met de kaart. Hoezo? Wat vond je niet goed aan de kaart? Ik wist gewoon niet wat ik moest bestellen. Ja, oké. Okay. Het was wel moeilijk om een keuze te maken. Oeh. Dat lucht op. Oeh. Ik ruik niks, ik ben te verkouden. Nee, ik heb het niet gepoept. Oh. Oké, okay. Wat vinden jullie van Lars en mijn Bieber trui? Tenminste, ze zijn allebei van Lars. Maar we hebben allebei een Bieber trui aan. Ik deze weer, hetzelfde als gisteren. En Lars deze. Hier sliep ik zaterdag. En dat ga je niet nu weer doen. En ik lag best wel lekker. Weet je wat wel gezellig is? Eigenlijk moeten we gewoon een keer een matras hier neerleggen. Dat is echt super gezellig. Dat lijkt een soort slaapfeestje. En dan trekken we leuke pyjamaatjes aan. En dan ga je filmpjes kijken en popcorn eten. Ja, filmpjes op welke tv? Ik kan toch op een computer? Oh. Wist je dat Monica geen tv in huis heeft? Ja, ik heb hem wel. En hij staat daar naast een dode plant die dus nu niet wil filmen. Ja, en de tv... Staat ik echt tegen de muur aan. Ja, hij is dus nooit aangesloten. En wist je ook dat Monica gewoon überhaupt geen tv kijkt? Ze kijkt gewoon alleen maar YouTube. Ja. En als ik iets op tv wil kijken, dan doe ik uitzending gemist. En dan kan je dat ook zien. En je kijkt ook echt niks van. Echt wel. Ik kijk Expeditie en ik kijk soms... soms kijk ik wel wat terug. En documentaires kijk ik altijd op YouTube. Ja, zie je, je kijkt dus alleen maar YouTube. En Expeditie kijk je. That's it. Niet dat ik ook heel veel tv kijk, ik kijk meer series. Jij kijkt alleen voetbal. Voetbal is een series, ja. Dus dan heb je sowieso... Maar ik heb tenminste een tv. Bij jou staat gewoon ook nooit een tv aan. Voor wat? Ik probeer stroom te besparen. Jij hebt altijd een tv aan, waar je niet naar kijkt, of half. Ja, maar ik kan dat omdat ik al mijn stekkers eruit haal voor de rest. Ja, en ik hou dus mijn stekkers, maar ik compenseer door middel van mijn televisie niet te gebruiken. Waar gaat je laptop op? Op windenergie of? Nee, ik zeg ik compenseer. Oh. Jij gebruikt één laptop, één televisie. Mijn laptop gebruik ik dan. En je blender? Helpt je laden. Nou, die vreet energie? Dat klopt, die maakt echt een herrie. Ja. Maar het is wel een top ding. Daar word ik wakker van. Maar ook voor het feit dat je altijd het licht aanlaat, als je zeg maar gewoon jouw ding gaat doen. Natuurlijk, ik moet altijd eerder op als jou. Dan jij? Als jou. Dan jij, kom op Lars. Oké, dan jij. Maar ik moet altijd eerder op dan jij, dus dan moet je ook gewoon een soort van wakker worden. Kijk, zoals morgenochtend mensen, ik slaap nu hier, maar dat betekent dat ik om 6 uur in de auto moet zitten naar België morgenochtend. En ik heb dan 2 trainingen. En waarom slaap je hier dan? Nou kijk, zaterdag was dus, was Monica dus heel chagrijnig toen ik thuis kwam
En ik was dus iets te enthousiast toen ik thuis kwam. Het botste een beetje. Dus toen dacht ik van, waarom doet ze zo? En toen liep ik even naar de bank toe. En toen lag hij dus zo lekker dat ik gewoon in slaap ben gevallen met mijn kleren aan. Blijkt dus dat ze gewoon nog een half uur tegen me heeft staan praten. Een half uur? Jij overdrijft zo erg! Denk je dat ik je letterlijk een half uur zou gaan staan midden in de nacht? En, dat, en ja, toen vond ze het dus niet zo leuk. Dus nu heb ik, als, ja, noem je dat, als compensatie. Ja. Kom ik hier nu slapen. En, je moet niet bij mij slapen uit compensatie, dat is zo aardig om te zeggen. Dat zeg je toch omdat ik je zo leuk vind. En medelijden. Dus, raak me dan ook niet aan. Dat doe je dan vast ook uit medelijden. Klopt. Ach kind, je wordt nooit aangeraakt, die raak je wel even aan. Ja. Heb ik wel voor je overschat. Want woensdag kom je alweer naar mij toe. Ja, nou dit is inderdaad wel even een goede compensatie. Want ik heb echt, het is insane. Het is gewoon bijna ziek. Hoe vaak ik naar België ben gekomen en hoe lang. Ik vond het leuk hoor. Nou maar kijk, ik zou je echt eerlijk zeggen. Als jij een beter bed hebt, zou ik hier echt vaker slapen. Maar de eerste... Het dat dek, is ook niet waar. Het dekbed komt op mijn knieën. Dus mijn onderbenen die zijn gewoon bevroren s'nachts. Daardoor moet ik helemaal opgepropt liggen zo. Ja, maar als jij hier slaapt, slaap ik ook nooit lekker. Nee, het is echt een kutbed. Weet je. Voor één persoon is die goed, maar voor twee niet. Voor één lang persoon en één kleine niet. Nee, maar je moet gewoon, hoe heet het? Even, je moet een nieuw bed gaan halen. Ja. Maar dit is onzin, want dan zou ik vaker bij je slapen. Want ik kan toch gewoon in Vinkeveen slapen. Het is niet dat je daar elke dag slaapt. Nee. Dit is onzin. Nee, leugenaar. Mijn bed in België is echt top. Liar, la la la. Maar je hebt al wel een soort van matras hier liggen, toch? Ja, klopt. Daarom dacht ik eraan dat we misschien gewoon in de woonkamer moeten leggen en een gezellig pyjamafeestje moeten houden. Dan moet je ook zo'n kinderachtige pyjama kopen. Dan moet je dan aantrekken. Ik wil zo'n pak dat alles in, aan elkaar zit. Dat ga je echt niet dragen. Echt zo'n foute wil ik. Dat ga je echt niet dragen. Ja. Waarom wil je dat? Gewoon zo'n hele foute wil ik dan. Ik had laatst zo eentje gekocht voor Paola. Zo'n konijn. Ja, en die had een wortel op staart. Echt? Ja. Van die, ook van die foute. Van die grote. Waarom? Gewoon, dan wil ik wel helemaal fout als ik een pyjama party heb. Oh, leuk. Oké, dat is hetzelfde met kerst. Weet je nou dat we in een bijenkorf liepen dat ik dat pak zag? Oh ja. Dan wil ik het liefst gewoon helemaal fout. Maar ik denk niet dat ze een onesie hebben in jouw maat. Je is niet lullig bedoeld, gewoon om je te helpen. Oh, jij helpt me er niet mee. Ja, oké, maar om te zeggen van... Nee, je wil gewoon weer even grappig zijn. Kijk eens. Wat is er nou grappig aan dat je lang bent? Nee, ik wil echt weer geforceerd grappig doen. Dat is zo'n onzin. Het is toch niet grappig dat je lang bent? Oh ja. En hoe noem je het ook weer? Kijkers noem je ze altijd, toch? Ja. Kijkers, we gaan binnenkort een Q&A opnemen. Ja, maar dat zeg ik nu al 3 weken in die filmpjes en we hebben nog geen video opgenomen. Noem je dat zo, Q&A? Ja, dat is een... Maar wil je een Q&A opnemen met mij? Want als dat ze vragen mogen stellen, dan antwoorden wij. En dan mogen ze alles vragen, dan moet je ook op alles antwoord geven. Oké. Dus stel dat je dan, dat ze dan vragen... Ja, maar we moeten dat even snel inplannen, want jij gaat volgende week, ben je 10 dagen weg. Ja, maar ik ben toch van deze week in België, ik kan het toch doen? Ik ben toch deze week in België, ik kan het toch doen? Oh ja, je bent donderdag en vrijdag vrij, hè? Vrijdagavond niet. Ja, oké, maar dan zouden we donderdag of vrijdag kunnen doen. Ja. Hé, vrijdag kunnen we daar samen terug, want ik moet ook terug. Echt? Ja. Oh yes. Dan kunnen we weer 's middags terug. Oh. Nee, ik ben zaterdag en zondag ook vrij. Oh yes. Kunnen we zaterdag weer voor mijn wedstrijd samen terug? Ja. Yay. Maar waar moet je vrijdag draaien? In Assen. Oh, 1, 2, 3. Ik dacht ik ga even mee, maar het wordt hem niet. Je wil weer alsjeblieft meegaan? Nee, dan kan mijn zus bij je komen. Ja, dat is wel leuk, maar ja, dan staat ze dus allemaal 16-jarigen. Ik denk niet dat je zus dat leuk vindt. Oh, ze mag niet backstage chillen. Oké. Okay. Wow. Maar hoezo ga je niet mee? Dat is leuk. Nee, weet je hoeveel ik al in de auto zit? Ja, maar dan ben je toch met mij? Ja, daarom. Ik ga met jou mee naar Zwolle, omdat ik het leuk vind om met je te zijn. Oké, okay, dus ding is rijdt, Maurits. Dan wil ik wel lekker slapen. Ja, tuurlijk rijdt hij. Oké. Okay. Ga je mee? Ik zal erover nadenken. Hoezo moet jij dan vrijdag eigenlijk terug? Omdat ik pas zaterdagavond de wedstrijd heb. Oh, dus je gaat gewoon random terug? Ja. Het is niet dat je hoeft? Nee, ik heb wel misschien die kleine, maar dat weet ik nog niet. Kom hier nog op terug. Ik ga er even een nachtje over slapen. Yes, ik zou het echt leuk vinden als je meegaat. Dan kan je ook Maurits ontmoeten.
Wat vinden jullie van dat Monica 10 dagen weggaat? Dat weten ze nog niet. Nee. Maar dat vind ik, vind het echt heel erg. Daarom moet je toch met me zijn? Nee, je moet gewoon niet weggaan. Dat kan niet. Het moet werken. Dit wordt echt onze langste vlog ooit trouwens. Echt? We zijn al 9 minuten aan het praten. We hebben überhaupt nog nooit zo lang een gesprek gehad. Wauw! Mensen denken nu echt dat wij het leuk hebben met elkaar, terwijl we nooit praten. Ja, terwijl jij nooit praat. Crickets are back again. Ja, ik ben niet zo'n prater. Nee, snap ik wel, ja. Heb ik wel gemerkt, ja. Maakt het niet uit. Nee, maakt zeker niet uit. Maar hoe heet het andere dan wat we wouden opnemen? Een tag. Kijk, je hebt tags, je hebt challenges en je hebt een Q&A. Q&A is vraag en antwoord. Tags zijn bijvoorbeeld dingen als de brother and sister tag, de boyfriend tag. Dat zijn zeg maar dingen dat je met iemand doet en dat is een soort van populair filmpje op YouTube. Dus je hebt bijvoorbeeld ook de boyfriend tag en dan moet ik bijvoorbeeld vragen over jou beantwoorden en jij over mij. Kijk, dan moeten we allebei een blaadje hebben of nee, dan vraag ik bijvoorbeeld aan jou. Wanneer was onze eerste date? Nou, dat weet je sowieso al niet meer. Dus dan. Ja, op een maandag. Dus dan heb je gefaald. En dan. Weet je wat onze eerste date was? Het was niet een date, Lars. Toen waren we een soort van in een setup gegooid. En we zagen elkaar allebei in een club. Het was niet onze eerste date. Het was wel de eerste keer dat we gezoend hadden. Was in een club, wat heel ordinair is. Dat niet kan. Schaam je maar dood. Ik zit gewoon echt aan die hele week weer te denken. Dat is echt de foutste week. Foutste week? Dat had ik leuk gehad. Ja, Efteling was echt top. Het was zeg maar -4. We hadden allebei een kater. Dus we gingen in één attractie. Die dag heb ik dus niet gevlogd, omdat ik dat nog ongemakkelijk vond met Lars. Toen zei hij nog, je mag wel vloggen. Maar ja, dan denk ik, ja, dan moet ik filmen dat ik alleen in de Efteling ben. Ja, dat was echt... We waren allebei een kater. Maar dit is leuk om te beantwoorden in de Q&A en zo allemaal. Nu gaan we al onze geheimen al weggeven. Ja, maar dan praat ik een keer en is het ook Oké, vertel maar schat. Nee, nu ben ik er ook klaar mee. Ja, doei. Klaar, ja, klaar. Welterusten, vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren. En dan zien we jullie morgen weer. Doei, doei. Voor hoeveel duimpjes gaan we? We gaan voor de 15.000. Oh ja, dit is trouwens echt een leuk weetje. Lars is fan van de Latoys. Hij vindt die filmpjes echt leuk ook. Ja, dus jongens, als jullie dit zien, Lars wil ook op het slaapfeestje komen. Ja, ik hoor dat er binnenkort een slaapfeestje is. En dan kom ik in een konijnenpak met hondenpantoffels eronder. Dat gaan we nog, hier gaan we later op terugkomen. Maar nee, maar ik vind de Latoys echt super grappig. Ja. Echt, gewoon lekker normaal. Gewoon. Superleuk, hè? Ja. Fanboy. Het is alleen jammer dat ze uit de omgeving Rotterdam komen. Net als jij. Hoezo is het jammer? Ik ben hartstikke leuk. En zij ook. Ja. Ik kom alleen maar leuke mensen vandaan. Ja, dat is waar. Maar dat accent gewoon. Zij hebben geen Rotterdams accent hoor. Jawel. Echt niet. Nee, maar jij zegt van jezelf ook dat je geen Rotterdams accent hebt. Heb ik ook niet. Rotterdams accent, ja. Je hebt echt een Amsterdams accent. Je zegt ochtend, zeg ja, maar jij zegt gast. Gast is toch niet Rotterdams? Hoe? Gast is toch niet Rotterdams? Wat zeg je nou meer ook weer? Je zegt nog iets heel grappig wat hè. Goed verhaal weer. Nee. Maar ja, we gaan in ieder geval voor 15.000 duimpjes. Dat is heel veel, hè? Ja? Slaapje doen. Hm? Slaapje doen. Bro. Kut. Echt, hè? Wij gaan een slaapfeestje houden. En dit... Maar ik heb ook niet een... Schat, ben je dit nou of zal je aan? Je stak je zo hard aan. Maar luister dan. Ik heb niet een matras overtrek voor dit, hè? Want deze is groter. Dus we kunnen er wel op liggen, maar dan moet ik morgen bijvoorbeeld even een ding halen. Ik ga nog even kijken hoe het ligt en of het kietelt. Oh ja. Hoor je dat geluid? Ja, zo'n piepgeluid. Een soort ballon of zo die leegloopt. Was het nou een duik of was dat dit ding? Weet ik niet. Eeuw, Lars! Oké, we zijn nu bezig met het matras uitpakken. En die moet hier komen. En het matras is van Matt's Dreambox. Oh ja, dit is dus zo cute. Oké, je zult je vandaag vooral herinneren als de laatste dag voordat je Matt kende.
De dagen en nachten ervoor waren donker en gebroken. Rollend en pijnzend vroeg je af hoe belangrijk slapen nu echt is, tot je mij vond. Het schijnt dus dat dit echt een goed matras is. Maar hoezo krijg je er geen bed bij? Hoezo heb je alleen een matras gekregen? Omdat het een matrassenmerk is, niet een bedmerk. En dan krijg je dus dit bij. En Get to Know Me en een slaapteetje. En een Sweet Dreams Balm. Ik weet niet wat dat inhoudt. Ja, wat even. Moet ze wel zeggen, ze weten wel goed inpakken dan. Ja, ze kunnen goed inpakken. Dat is niet helemaal. Maar het schijnt, oh ja, open de box voorzichtig in de ruimte waar Matt komt te liggen. Oh, het zit niet in een box meer. Leg Matt op een vlakke ondergrond en verwijder zijn plastic. Geef Matt even de tijd om zich uit te rekken. En dan mag je slapen. Een paar afleveringen wat toys krijgen. Ja. Zodat we erop mogen. Zo, bedje gemaakt in de woonkamer. En nu slapen. Doei doei.